Alice en Kegelinas, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Alice Osthoorn. En vandaag is het toch wereld niet... De wereld staat stil. De wereld is in shock. Nikki Tutorials is uit de kast. Dus voordat we ook maar iets zeggen in deze hele video aan Nikki. Nikki, ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we zo fucking trots op je zijn. Zo heftig wat er allemaal is gebeurd. Zo erg. Kan zo absoluut niet. Maar we houden van je. We ontvangen je met open armen. Maar goed jongens, nu Nikki uit de kast is, kan ik eindelijk een video maken die ik al sinds vorig jaar 11 februari wou maken. Vriendinnen, ik heb gesprint naar mijn computer. Niet om de video van Nikki te bekijken, nee, om deze video te downloaden. Want ik weet, deze jongen gaat sowieso nu ook een sprintje trekken naar zijn computer en deze video privé zetten, want dit kan niet. Namelijk, een jaar geleden werd er op het kanaal Nieuwspunt een video geüpload waarin Kai van Ree openlijk de vraag stelt, in zijn woorden, is Nikki een man? Is Nikki een man? Oh, toen ik die video zag, ik heb toch... Oh, mijn tenen stonden krom. Maar goed, als ik er nu op zoek, dan is de video weg. Hij heeft hem gedelete, dus we kunnen er niet meer op reageren, dus... Vriendin, ik heb die zo toch al lang gedownload. Ik ben de hack queenie van Nederland. Je kan je zonde wel proberen te verbergen, maar wat wordt gedaan in het donker zal gebracht worden tot het licht, schat. Dit is een vrij heftige beschuldiging. Ik ga alles op een rij zetten en ik ga het helemaal ondersteunen, maar heeft Kai van Ree geprobeerd Nikki Tutorials online te outen. Eerst even wat backstory voordat we aan de video beginnen. Dit is niet om er trots over te doen of zo, hè. Dit is gewoon puur toeval dat ik dit ooit wist. Ik wist al dat Nikki transgender was. Dat kwam doordat een paar jaar geleden iemand waar ik heel erg goed bevriend mee was, had Nikki gezien in het VU. En zeg maar wat we echt besties waren, heeft zij het met mij toen gedeeld. Zodoende wist ik gewoon ook. Oké, werkt heeft, dat doe je allemaal goed. Maar wat ik natuurlijk ook meteen afvroeg is, wie weet het allemaal wel, wie weet het allemaal niet. En ik ben natuurlijk dit jaar een beetje langzaam in de community gekomen van YouTube Nederland. En het werd eigenlijk vrij snel duidelijk dat iedereen het gewoon wist. En ik weet niet hoe het niet is uitgelekt. Echt allemaal mijn queenies. Allemaal mijn allies. Echt, I stan all you guys. Maar wat ik wel weet, is dat Kai van f***ing Ree een jaar geleden het gewoon online gooide. De video heet dus Nikki Tutorials Transgender. 44.000 keer was hij bekeken uiteindelijk. En ik zal even met jullie erop reageren. En dan aan jullie uitleggen waarom zoiets absoluut niet kan. Het allereerste nieuwtje. Nikki Tutorials die showt haar transformatie aan de hele wereld. En het is fenomenaal. En daar begint het al. Die grap alleen al van Nikki Tutorials is een hele heftige transformatie aangegaan. Met die inzoom op zijn bek. Zo van ik weet wat er aan de hand is jongens. Ze is 23 kilo afgevallen. Alleen ze krijgt wel heel veel kritiek van haar kijkers. Die zegt namelijk dat ze heel veel facetuning heeft gebruikt. Dat betekent dus dat je met een app een beetje je gezicht mooier maakt. Nee, maar het is toch leuk? Ze is afgevallen en dan gebruikt ze een facetuning app. Ja, prima. Lekker bezig, Nikki Tutorials. Beetje afvallen, kan geen kwaad. Goed bezig, ben trots op je. Serieus, er gaat dus nu al 8 jaar lang een gerucht rond in de YouTube-wereld. En ik weet dus niet of dit waar is. En ik ga het er nu maar gewoon een keertje ingooien. En als het niet waar is, Nikki Tutorials, zeg het dan alsjeblieft tegen. Maar er wordt gezegd dat Nikki Tutorials vroeger een man was. Er zijn gewoon zoveel dingen die ik daarover moet zeggen. Ten eerste. Ongeacht of het een gerucht is. Of het achter je rug wordt gezegd als wat de f*** dan ook. Dat gooi je niet online. Al is het een vraag. Ten eerste, iedereen wist het gewoon. Het is echt het grootste lulverhaal dat een roddel was. Want iedereen die ik heb ontmoet, wist het gewoon. Nou zou het, want ik ken natuurlijk Kai van Ree, ken ik niet persoonlijk. Het zou zo kunnen zijn dat Kai van Ree niet echt wat meekrijgt. Onder een steen loopt. In de YouTube community, ik ben dol op iedereen, maar iedereen roddelt als de tering. Maar stel in een alternatief universum waarin hij het echt niet had geweten. Het 5 keer langs was gekomen dat mensen tegen hem zeiden, ja, ik weet niet zeker of het echt zo is, maar volgens mij is Nikki transgender. Stel dat zou de realiteit zijn geweest. Ook dan. Post je dat niet. Dat is niet jouw verhaal om te vertellen. En dan ook de stelling. Ik haat het zo erg. De stelling. Nikki Tutorials vroeger een man was. En als het niet waar is, Nikki Tutorials, zeg het dan alsjeblieft tegen. Maar... hier kan zij niks mee als het niet haar moment is om uit de kast te komen. Ze kan er niks mee. Laten we het heel eventjes terugbrengen naar een heteromannen niveau, hè. Kijk, het zou gewoon zo kunnen zijn dat hij heel erg naïef, gewoon niet wist wat hij aan het doen was. Nooit in contact was geweest met iemand die transgender was. Dat hij echt heel, heel, heel naïef was tot het concept, tot het onderwerp. Dat hij ook niet wist hoe hij, weet je al, dingen moest verwoorden. Dat hij ook nooit zoiets eerder had moeten verwoorden. Dan nog, als je een beetje redelijk na kan denken, wat hij echt wel kan, dan alsnog kun je gewoon bedenken dat je dat gewoon niet online gooit. Een van mijn vriendinnetjes heeft, denk ik, een uurtje nadat ze Nikki's video had gezien, meteen ook getwitterd, @KaiVanRee. Nu het verhaal er trouwens uit is,
@kaivanree dat je dit er zomaar uitgooide op YouTube met een enorm publiek. Omdat het achter de schermen werd gezegd, wat al erg genoeg is dat er zo erg over wordt geroddeld, geeft je geen recht om iemand zomaar te outen. Kaivanree heeft daaronder gereageerd en meteen weer verwijderd. Dus jongens, daar kan ik ook helaas niet op reageren. Joke, ik ben en blijf de hack queen van Nederland. En ik had ze al gescreenshot voordat ze weer verwijderd werden. Hij zegt, ik wist het niet hè. Er werd jaren achter de schermen geroddeld. Dan mag ik toch gewoon iets vragen. Ik wil daar niemand mee kwetsen. Maar ik zou liever hebben dat iemand gewoon iets vraagt in plaats van dat er over me geluld wordt. Dit is zo'n dubbel antwoord. En zo proberen de situatie te verdraaien naar, oh, maar ik was gewoon goed. En ik was gewoon, weet je wel, ik was de enige in de YouTube community die eerlijk gewoon open de vraag stelde. Jij kan dan wel vinden dat iedereen een snitch is in de YouTube community omdat ze erover roddelen. Maar wat zij niet doen, is er een publiekelijke statement over maken. Stel, ik moest nog uit de kast komen en ik wist dat een deel van mijn familie super christelijk was en niet meer met mij om zou willen gaan als ik uit de kast hierover zou komen. En ik gewoon nog even de tijd nodig had om afscheid van ze te nemen. Of gewoon nog even, zolang het kan, een relatie met ze te hebben. En dat dan opeens Kaivanree binnenkomt lopen en tegen mijn familie gaat schreeuwen, ik weet niet zo goed of ze nou transgender is. Het is al 8 jaar een roddel. Maar zou het zo zijn? Dan wil ik wel, voordat ik de video afsluit, even een punt maken. Hij is sowieso niet de persoon geweest die Nicki heeft geblackmailed. En ik wil ook niet dat we met z'n allen haat op hem gaan gooien of hem gaan lopen cancelen. Dat is niet de bedoeling van deze video. Het enige wat ik met deze video wil doen, is van hem nu een voorbeeld maken waarom zoiets niet kan. Waarom je in je eigen leven, als je van iemand weet dat ze transgender of gay of lesbisch zijn, het niet jouw verhaal is om het aan anderen te vertellen. Dat is hun persoonlijke struggle waarschijnlijk, waar ze waarschijnlijk heel erg mee in de knoop zitten. En dat is niet jouw verhaal, dat is niet Kai's verhaal, dat is niet jouw verhaal, dat is niet mijn verhaal om aan anderen te vertellen. Dus probeer er zo respectvol mogelijk mee om te gaan. Ik geef persoonlijk oprecht Kai wel de benefit of the doubt. Ik denk oprecht dat hij een hetero jongen is die gewoon nooit in contact is gekomen met transgender mensen. Niet zo goed wist hoeveel impact dit heeft op iemands leven. En een beetje stoer wou doen met de informatie die hij had. Mensen moeten zeker verantwoordelijk gehouden worden voor de acties die ze doen. Dit is geen cancel video. Ook als jullie Calvin cancelen, ik cringe. Ik zou het veel chiller vinden als jullie Calvin de kans geven om erop terug te reageren. Ik ben ook wel zo verantwoordelijk. Ik weet dat als ik deze video post, jullie alsnog Kai gaan cancelen. Het spijt me, Kai. Maar dit verhaal moet verteld worden voor mijn community. Mijn community is zo klein in de maatschappij. Er wordt zo erg een groot ding van gemaakt voor anderen dat we alleen maar vies, naar, raar, whatever zijn. Dus ik wil hier graag een voorbeeld van maken. Dat is niet om je carrière in de weg te zitten. Maar ik hoop wel dat je inziet ook zelf waarom zoiets gewoon absoluut niet kan. Dat was de video, jongens. Like en subscribe als je het hier mee eens bent. Als je trots bent op Nicki. Oh my god, ik ben zo trots op die vrouw. Jongens, voordat we gaan, ik heb een roddel. Ja, en dit gaat wel ook echt al 8 jaar rond. Volgens mij is Alice gewoon een man. Ja, ik denk ik gooi het er maar even uit, weet je wel, ja. Maar ik slaap alleen vannacht. Slaap alleen.